In Witagrong is een conflict ontstaan tussen traditionele leiders over een samenwerking met de Mennonieten, onder leiding van Ruud Souverijn. Hoofdkapitein Harold Souvenir zou een overeenkomst hebben gesloten met Souverijn, waarvoor hij een kroete organiseerde om steun te krijgen en enkele tientallen mensen de brief voor samenwerking hebben ondertekend. Gramang Raymond Clemens is resoluut hiertegen. Hij beschuldigt Souvenir van bedrog en zegt dat de Mennonieten niet welkom zijn, ondanks uitspraken van president Santokhi en minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De secretaris van Gramang der Quintis, Ryan Clemens, zegt in een interview met onze nieuwsdienst dat zaken teruggedraaid moeten worden vanwege de vergaande risico's voor de groep. Andere mensen hebben getekend, maar ze weten ook niet waarvoor ze getekend hebben. Ik kreeg appberichten, jongen. Ah, nou, vast aan dat betekenen, jongen. Nou, nu ben je op de hoogte. Dus dat ding is echt op een heel sluwe wijze gebeurd, hoor. En ik zeg, nu is het geen tijd om ruzie te maken. Ik wil de kapitein vragen, de hoofdkapitein vragen. Als dat nou laat het, kan de IBC1 model, IBC1 fasie. Draai aan uw parabotto, de harko snap na si fagesa. Dok donder meneer Souverijn op. Sorry, ik moet het zo zeggen, omdat als dat ferie toch, ucharatori go na kruto, uwinatori. De president heeft gezegd, de Mennonieten moeten terug. Ik heb geen grond om aan ze te geven. Meneer de minister Ramdin komt in een officieel bericht uit dat de Mennonieten krijgen geen grond. Alles wordt stopgezet. Dat je nou man go in je eentje dat je zit in een dat want ik naar Poriën zit. Dus ik wil een vraag horen. Het is echt een beliefd verzoek. Met Amano Tara Dorpu go in een situatie hoe allemaal abi spijt vindt. Misschien Amano Bebe Keika Sakboom. Maar kan de bakka interview die zie aan mijn wiki. 35.000 hectare naar Heer Quinti gebied. Clemens vertelt ook dat in de brief die opgesteld zal zijn door Ruud Souverijn en de hoofdkapitein vermeld staat dat de vicepresident op de hoogte is gesteld van de mogelijke overeenkomsten tussen de Quintis en de Mennonieten. Clemens denkt niet dat de vicepresident zou hebben meegewerkt aan een dergelijke samenwerking. Hij, Clemens, gelooft dat de vicepresident niet schuldig is. Hij stelt juist dat de hoofdkapitein de hele zaak bewerkstelligd heeft. Ik wil niemand beschuldigen. Maar bij mij gaat het erom. Nou, een man binnen uw gelederen wordt u asane. Het is niet nodig om de VP te bellen. Omdat de VP heeft geen bemoeienis. Het is eigenlijk de grama en de gemeenschap die bepaalt wat er daar gebeurt. En daarom mino masi arol voor AVP. Omdat de voet aan nee. VP no kon daar maar drukken door. Dus daar gaat het niet om. De VP, ik denk AVP is revie in respect aan traditioneel gezag. Amma sa precies van aan traditionele lijnen waka. Daarmee aan een asarat AVP de mecha. Dus mino boko schuldig AVP. De VP heeft contact met de grama. Dus ik denk het niet. Afou dona a hoofdkapitein. Zo simpel is dat. De man dat hij in de eerlijk om priet boos of priet panning naar Amma Afoude, naar Machara San Komitu. Zo simpel is het. En we roepen hem op van Mandrai Anu Parbutu. Noa Tjukutuku, Noa Mandi Mandi Nafde. Secretaris Clemens benadrukt dat er een eind moet komen aan de werkzaamheden die door de Mennonieten in het gebied van de Quintis zijn opgestart. Hij wijst voornamelijk erop dat hun leefwijze in gevaar komt, aangezien de Mennonieten grote lappenbos platkappen. In buurtcentrum Stibula is na het interview met ATV een kroeto geweest waarbij verschillende stammen bijeenkwamen om over deze kwestie te praten. In het journaal van maandag komen we terug op dit onderwerp.